Zelf even bekendgemaakt worden. Dat zijn er zes. Ik denk dat het handigst is als we na afloop van die blokjes interrumperen. Interrupties doe ik graag in drieën, want dan kunt u tenminste uw punt maken. En ik stel voor dat we het aantal interrupties beperken tot vier per fractie over de beide bewindspersonen. Nou, dan moet er toch een heel eind kunnen komen. Ik geef het woord aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Oh, ik krijg meteen een ruzie. We zijn ineens begonnen. Niet tegen de voorzitter, hè? Wacht even. Ja, dank u voorzitter. Verduidelijken de vraag. Doet de vier interrupties per bewindspersoon of voor beide bewindspersonen? Want dan per beide bewindspersonen per fractie. Per beide, dat betekent dus twee per persoon. Nou ja, of 3 versus 1 of 4, 0. U mag ook 0 versus 0 doen, daar ga ik niet over. Maar 4 is dan het maximum. Per bewindspersoon? Nee, beide bewindspersonen. Zal ik het uitschrijven voor u? Moet ik het appen? Dat is echt weinig. Ik bedoel, dit is een hele zware begroting. We hebben twee bewindspersonen. Wilt u het dan in tweeën doen, de interrupties? Nee, ik wil gewoon graag meer interrupties. Ja. Ik wil ook meer salaris. Ja. Nog meer? En ik wil meer mooi weer. Zullen we gewoon beginnen met 4 en dan maar even kijken waar het schip strandt? En misschien houden we tijd over. Ja, kijk, het staat nu ervoor dat we tot 5 uur vandaag hiermee bezig zijn. Ingewijden zeggen het gaat laat worden. Vannacht was het al 3 uur, maar dat was een heel ander debat. Voorzitter, ik was er vannacht bij om 3 uur en ik doe de landbouwbegroting hierna ook. Dus niemand heeft er meer voordeel bij om het snel te doen dan ik. Ik ga even luisteren naar de heer Van Meenen, want dat is een redelijk iemand. Dat bent u ook, hoor. Ja, voorzitter, of dat voor mij geldt, weet ik niet. Maar het geldt in ieder geval voor mijn collega's. En ik vind dit verzoek ook redelijk. Dus ik zou u willen voorstellen om er inderdaad bijvoorbeeld 6 van te maken en dan in tweeën desnoods. 6 in 2 vind ik ook echt heel weinig. Is dat een mooi compromis? 6 in 2. We zijn eruit. Zijn we eruit, handje klap. Nou, dat heb ik maar weer overleefd. Had ik bijna mijn eerste motie van wantrouwen te pakken. Snel over naar de minister. Het woord is aan u.